je weet gewoon niet meer wat je moet doen. Je bent zo, zo ontzettend bang. Welkom bij deze aflevering van RD Actueel, waarin we gaan bellen met mensen die in Israël waren op het moment dat Hamas daar aanslagen pleegde afgelopen zaterdag. Allereerst bellen we met dominee Dekker, predikant binnen de gereformeerde gemeente. Hij woont en werkt al jarenlang in Israël. Dominee Dekker, wat voor impact maakte de inval van Hamas op de mensen om u heen? Sinds die vreselijke zaterdag totale verbijstering. Het hele volk, we zijn allemaal totaal verbijsterd. We weten eigenlijk niet wat we moeten zeggen dat dit heeft kunnen gebeuren. Er leven heel veel vragen bij de bevolking. En natuurlijk, we zijn allemaal in angst. Wat gaat er gebeuren? Er zal waarschijnlijk een lange oorlog komen. In het zuiden, maar ook hier in het noorden, staat alles op scherp. Ja, wat voor impact maakt het op de samenleving, op de mensen om u heen? Belammend. De grote supermarkten zijn wel open. Wat kleine winkeltjes, maar de grote canyons, zeg maar, die grote winkelcentra zijn allemaal dicht. Mensen zijn toch angstig. We hebben zelf een inloopcentrum en een tweedehandswinkel. Nou, je ziet weinig mensen. Of degene die het heel moeilijk vinden om alleen thuis te zitten, nieuwe immigranten, dat ze toch komen om een kopje koffie te drinken. Mirjam Reijnen woont met haar gezin in de grensstreek, waar Hamas zaterdagochtend vol geweld binnenviel. Ja, Mirjam, hoe zag afgelopen zaterdagochtend er voor jou uit? En wat hoorde je en zag je op dat moment? Wij waren thuis, uiteraard. 6:30 ochtends ging het eerste luchtalarm. Dat was al een... Dat kwam al uit het niets. We zijn de kamer ingerend. En normaal met een luchtalarm, dan blijf je daar 10 minuten in en dan ga je weer naar buiten. Dat deden we uiteraard ook. Maar direct kwamen er nog meer alarmen en ook gelijk berichten binnen via de WhatsApp van onze kibbutz. Van vrienden van ons, die stuurden berichten van Hamas, terroristen, ze zijn er. Ja, iedereen natuurlijk die kamer ingerend, de deuren gebarricadeerd, ramen gesloten. En we zijn er niet meer uitgekomen. We zijn om 6:30 die kamer ingegaan. 7 uur later kregen we bericht dat het Israëlische leger was gearriveerd in onze kibbutz. En de boel aan het uitkammen waren en alle huizen langs gingen. Nou, dat heeft 4 uur lang geduurd voordat ze uiteindelijk bij ons waren. Mochten we er heel even uit, wat water gepakt, wat eten gepakt, weer teruggegaan. En uiteindelijk om 10:12 s'avonds zijn we echt ontruimd. Met legerjeeps naar bussen gebracht. En van daaruit eigenlijk de hele nacht door van plek naar plek. En om 6:00 s'ochtends kwamen we aan waar ik dan nu zit. Wat zag je op het moment dat je je huis verliet en wat kreeg je mee? Ik heb niet veel gezien, want ik heb vooral ook voor mijn kinderen natuurlijk gehad. Om ze bij elkaar te houden en te zorgen dat er echt niks met ze zou gebeuren. Maar ja, om je heen, we zagen overal vuur, rook. Gewoon lichamen op de grond liggen. Uiteraard dan op dat moment niet duidelijk of dat terroristen waren of vrienden. Dat zie je natuurlijk niet op dat moment. Het is hartstikke donker, maar ja, het is echt verschrikkelijk. En langzaam komen de beelden ook naar buiten, hè, van vanuit het leger ook, die daar ter plaatse zijn. Die hebben onze hele kibbutz overgenomen nu. Dus langzaam komen die beelden binnen. En het is gewoon helemaal alles. Die hele gemeenschap is gewoon kapot. Is het niet materialistisch, dan is het wel mentaal verscheurd. Het hart is verscheurd, ja. Op het moment dat jij in die ruimte zit, hè, die 17 room in jullie huis, krijg je dan wat mee van wat er in je omgeving of rondom je woning gebeurt? Dat is heel verschillend. Wij hadden een soort van geluk dat mijn man had een vaste internetverbinding aan laten leggen in die kamer. Waardoor wij eigenlijk continu verbinding hadden. Ja, dan zie je op de WhatsApp gewoon berichten binnenkomen van je vrienden die zeggen, er moet iemand komen, we hebben hulp nodig, ze zijn in ons huis. Ze breken het al allemaal open, weet je. En ook niet gewoon van één iemand, maar gewoon zoveel echt noodkreten om je heen. Ja, je weet gewoon niet meer wat je moet doen. Je bent zo, zo ontzettend bang. Ondertussen hoor je ook alleen maar geweervuur om je heen. Want er zijn natuurlijk mensen die zijn gaan terugvechten.
Je hoort ze om je huis rennen, je hoort ze schreeuwen. De bekende kreten, hè? Allah Akbar, Allah Akbar. Je hoort dat ze aan je deur staan. En het is echt, ik heb vrij veel meegemaakt, hè? In de afgelopen 5 jaar in Israël. Toen we hier net een jaar woonden, is ons huis geraakt door een mortier die in ons huis ontplofte. Dus ik weet wat angst is, maar dit is ongekend. Hoe heeft de situatie jullie leven veranderd sinds zaterdag? We zijn het huis uitgehaald. We hadden bij ons de kleren die we aan hadden. We kregen allemaal een minuut of twee om wat spulletjes te pakken. Ja, wat neem je mee? Je portemonnee, je telefoon en je kinderen is het allerbelangrijkste natuurlijk. We zijn hier aangekomen en we weten het niet. We weten niet of we nog terug naar huis kunnen ooit. Natuurlijk ook omdat er heel veel verschrikkingen zijn gebeurd. Er zijn kinderen vermoord in onze kibbutz. Ja, kan je daar nog terug heen? Dat weten we niet. Dat is echt, dat zal de tijd moeten leren. Maar voorlopig zitten we hier. Onze kibbutz is veranderd in een legerbasis. We mogen er uiteraard niet heen. Alle huizen staan open. En we hebben geen idee van hoe het daar is. Niemand weet het. Zijn er nog dingen waar je op dit moment hoop uit kan putten? Ik put vooral hoop uit het feit dat ik nu in dit geval merk dat er wel heel veel mensen achter Israël staan. En dat is eigenlijk alle voorgaande keren niet zo geweest. Maar omdat deze actie zo gigantisch bruut is geweest, zijn er wel mensen die ook hun mening aan het bijstellen zijn. En ons heel veel steunen. Ja, Israël slaat natuurlijk op dit moment hard terug. Kost veel mensen het leven, ook onschuldige mensen. Hoe kijk je daar op zo'n moment tegenaan? Ja. Ik denk dat ik eigenlijk altijd met volle overtuiging gezegd heb dat de mensen in Gaza die lijden verschrikkelijk. Die hebben geen uitzicht op de toekomst. Het is echt. Ik beschouwde mijzelf altijd als het geluk dat ik aan deze kant van de grens zit en niet aan de andere kant van de grens. En ik weet eigenlijk gewoon zeker dat als Israël Hamas kan verslaan, is dat niet alleen voor ons hier in Israël, maar is dat ook voor al die kinderen die in de Gazastrook wonen. Want die kinderen, die worden zo geïndoctrineerd, die worden zo gebrainwashed letterlijk. Dat zijn de volgende Hamas-leden. Dat zijn de volgende monsters. En als de wereld echt wil dat Gaza een bestaansrecht heeft in de toekomst, dan is er maar één oplossing. Dan moet Israël hier zo hard tegen ingaan. Die moet Hamas echt tot op de laatste persoon met de grond gelijk maken. En ik weet dat daar slachtoffers gaan vallen. Maar die vallen ook aan onze kant. En soms heb je gewoon geen keuze meer. Want we willen niet dat dit over 20 jaar nog speelt. Dat wil niemand. Hoe verwacht jij dat jouw komende weken eruit gaan zien? Zoals elke dag nu. Wakker worden, maar liever niet wakker willen worden. Want als je wakker wordt, besef je dat het geen nachtmerrie is, maar realiteit. We hebben hele goede psychologische hulp. Maar ja, iedere dag weten nu gewoon elke dag om 5 uur hebben we een kibbutz overleg. En worden de volgende namen bekendgemaakt van de mensen die niet meer onder ons zijn. Die gewoon zo op zo'n brute wijze vermoord zijn. Daar kan je verstand niet bij wat hier gebeurd is. Dit is. Ja, Mirjam, bedankt voor je openhartige verhaal. En ik denk dat we een realistisch beeld hebben gekregen van hoe de situatie zich daar op dat moment voordoet. Bedankt en veel sterkte gewenst voor jullie. We hebben contact met de 29-jarige Joke Bons uit Lunteren. De afgelopen week was ze werkzaam in Israël als vrijwilligster bij een zorginstelling voor gehandicapten. Vannacht kwam ze terug met een repatriëringsvlucht. Ja, Joke, wat kreeg jij de zaterdagochtend mee van die inval van Hamas? In het begin had ik het niet eens zo door. Ik lag gewoon nog te slapen. En 4:30 Nederlandse tijd. Toen werden we opeens opgeschrikt door het luchtalarm. En in eerste instantie had ik helemaal niet door dat het luchtalarm was. Omdat ik gewoon nog half sliep. Dus ik dacht eerst dat er heel hard een politiewagen voorbij reed. Nou ja, die hoor je daar wel vaker. Maar toen kwam opeens mijn vriendin mijn kamer binnen gerend. En die zegt, je moet echt snel meekomen nu. Want dit is volgens mij het luchtalarm. Dus die heeft mij toen half uit bed gesleurd. En meegenomen naar die shelter. Nou, en toen beseften we echt pas wat er allemaal aan de hand was. Maar ja, en toen hoorden we dus echt gewoon die raketten over ons heen vliegen. De dreunen, de raketinslagen, een dorpje verderop. Jij werkte voor een instelling waar gehandicapte mensen verbleven. Hoe was dat? Zij moeten natuurlijk ook allemaal op dat moment zo'n kelder in, kan ik me voorstellen. Toen de sirenes
eventjes stopte, toen kwam de beheerder van dat terrein, die vrijwilligers aanstuurde, die kwam naar buiten en die zei tegen ons, jullie moeten zo snel mogelijk naar de gehandicaptenhuizen gaan om daar te helpen. Want die mensen moesten inderdaad ook, wat je zegt, allemaal de schuilkelder in. Maar mijn vrijwilligershuis, die stond helemaal op het eind. Dus toen ik daar nog niet eens was, ik was nog maar halverwege, begonnen weer de sirenes en ik hoorde allemaal schoten om me heen. Dus ik denk, oh help, waar komt dat vandaan? Dus ik snel naar dat huis gerend. En ja, toen was ik voor mijn idee wel betrekkelijk veilig. Maar je denkt gewoon echt van, oké, het lijkt net of het echt gewoon pal naast je gebeurt. Maar goed, toen hebben we tussen de sirenes door, terwijl de sirenes loeiden, die echt die mensen uit bed getrokken en de mensen die niet konden lopen, die moesten met tilliften eruit. Dus ja, je kan je al indenken wat voor stresssituatie dat was. Wat maakt het afgelopen dagen de meeste indruk op je? Het heftigste wat ik zelf vond was gisteren op airport, op Ben Gurion. Dat we gewoon niet wisten of we uiteindelijk toch nog wel mee konden. We stonden elke keer niet op de lijst, werd elke keer gecheckt. Paniek onder moeders die wel op de lijst stonden, maar hun kinderen niet. En dat was gewoon een grote chaos. En toen op een gegeven moment ging ook nog het luchtalarm. Nou, toen dacht ik echt van... toen brak ik wel even hoor. Ja. Dat je daar gewoon met z'n allen op de grond ligt. Dat je daar ligt tussen allemaal mensen die over elkaar heen liggen. Die tussen koffers liggen. Vaders die over hun kinderen heen liggen. Die lopen te gillen. Mensen die huilend nog een soort afscheidstelefoontje plegen naar hun familie. Omdat ze denken dat ze... Dat is het niet overleven. Dat vond ik eigenlijk echt het allerheftigst. Hey, en was het nog moeilijk om te vertrekken uit Israël voor jezelf? Of had je zoiets van, nou, hoe eerder ik hier weg ben, hoe beter? Je gaat opeens weg. Je moet afscheid nemen van die mensen. Je moet afscheid nemen van de families die daar wonen. Het is eigenlijk een soort afscheid zonder eind. Je weet niet wat er met ze gebeurt. Je hoopt maar dat alles goed gaat. Dat is best wel echt wel raar. Ja, want Joke, woensdagavond kwamen jullie terug in Nederland. Landen jullie vliegtuig op Eindhoven. Hoe was dat? Hoe was die sfeer op het vliegveld? Ja, echt gewoon een ontlading. Iedereen, alle families die elkaar in de armen vlogen. Zo blij dat hun kinderen en hun naasten gewoon weer terug waren. Hey, en waar putte je hulp uit op het moment dat je daar was en ook nu je terug bent? Ja, ook wel echt grotendeels gewoon door het gebed en al de mensen die om je heen staan. Zoveel mensen die me bericht hebben en die meeleven. Dat je echt denkt van, zo. Dat ze gewoon allemaal meeleven. Dat besef je gewoon allemaal niet. Ja. Hey, daar hou je wel echt gewoon al je hoop uit. En mijn vriendin natuurlijk. We waren met z'n tweeën. Dus je houdt elkaar op de been, zeg maar. Nou, in ieder geval bedankt voor je openhartige verhaal, Joke. En een heel bijzondere, wat je de afgelopen dagen hebt meegemaakt. Hartelijk bedankt voor je openhartigheid. U bent ook opgetrokken met leerlingen van het Guido de Bray. Ze zijn inmiddels weer in Nederland. Wat kon u voor hen betekenen? Ik ben op zondag naar Tiberias geweest. Ik heb daar een bijbelstudie met hen gedaan. Ik heb gebeden met ze. En wat heel toch voor mij ook aangrijpend was, dat we elkaar gisterenochtend aan de kant van de weg hebben we elkaar ontmoet. En onder een paar olijfbomen heeft dominee Messenmaker voor ons gebeden, voor mijn vrouw en ik en voor het land. En ik heb voor hen gebeden en ze hebben ons ook nog toegezongen met Psalm 134. En ja, dat deed ons ook heel veel. Het was heel bemoedigend, ook voor ons. Hoe kijkt u als predikant aan tegen de huidige situatie in Israël? Toen wij in 2004 uitgezonden werden, toen zei dominee Bogaert, die altijd van jongs af aan al een Israëlvisie had, de oordelen zullen over Israël komen en daar zullen jullie ook deel van uit gaan maken. En nou, we hebben verschillende oorlogen gehad. De Libanon-oorlog hier in 2006, dat we zelf in de schuilkelders hebben gezeten. Maar deze oorlog is wel het ergste. En ja, we weten dat dat volk door de diepte zal gaan. Maar we weten ook dat de beloften vervuld zullen worden. En dat geeft hier moed. En dan krijg je kracht om ook hier te mogen wonen. En je weet, de Heere heeft een plan met dat volk. Ja, want hoe kunnen we als christen omgaan met deze situaties waarin zoveel haat en geweld aan de orde van de dag is? Ten eerste, geen haatgevoelens en geen wraakgevoelens. Maar wij als christenen in Nederland, maar ook hier in Israël, wij moeten op de knieën in verootmoediging.
We moeten bidden voor het volk en voor al die jonge militairen. Je hart breekt hier in Nazareth, waar 6 bussen kwamen aan, vol met jonge militairen, jongens en meisjes. En maar dat we op de knieën moeten gaan. En dat hebben onze vaderen ook altijd benadrukt, ook de Puritein en ook in de tijd van McCain. En ik hoop van harte dat de gemeenten in Nederland, dat ze bidden. Want dat zal ook een zegen geven. Niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor de kerk in Nederland. Kijk, voelt u zichzelf op dit moment veilig op de plek waar u nu verblijft? Wat is veilig? Gisteren ging opeens het alarm af en ja, dan ren je naar je schuilkelder. We hebben er 1 onder ons huis. En dan komt er natuurlijk heel veel op je af. We hebben onze kinderen wonen in Nederland, die belden gelijk. Ja, dan is het alleen een zuchten. Wat zou u ons in Nederland mee willen geven? Nogmaals, te bidden voor Israël, maar ook te bidden voor het Palestijnse volk. En ook te bidden voor de Hamas-strijders. Dat Palestijnse volk dat zucht onder de wreedheid van een satanisch regime. En we weten ook uit de profetieën, Jesaja 60, dat de zonen van Nebajot, de zonen van Ismaël, eens geschenken zullen brengen in Jeruzalem. Die profetie is nog niet vervuld. En als de Heere die blindheid weg zal nemen van het Joodse volk, dan zal er ook een zegen komen voor het Palestijnse volk. Kijk, hartelijk bedankt voor uw tijd en toelichting en veel sterkte en zegen gewenst in de situatie waarin jullie je nu bevinden. 3 bijzondere verhalen van mensen die de situatie van dichtbij hebben meegemaakt. Mocht je nou op de hoogte willen blijven van de situatie in Israël, download dan de app van het Reformatorisch Dagblad voor onze actuele liveblog.